Europa zit vol geschiedenis. En er zijn overal reliquieën om dat te bewijzen. Sommige ontdekkingen zijn schokkend en veroorzaken opschudding over de hele wereld. Van een eiland met een eigen wolk tot een geheim verborgen in poep. Hier zijn ontdekkingen in Europa die de hele wereld verbaasden. Tien eiland met een eigen wolk. Als je deze plek op foto's ziet, is de kans groot dat je denkt dat het een locatie uit een Disneyfilm is. Als je er nu naar kijkt, denk je waarschijnlijk nog steeds dat dat zo is. En wie kan het je kwalijk nemen? Dit vreemde eiland is als een met mos begroeide piramide bekleed door een dampig witte deken dat over zijn top zweeft. Het lijkt bijna alsof het zijn eigen wolk heeft. Welkom op Litla di Moon. Klein maar machtig is een understatement voor dit eilandje dat deel uitmaakt van de Faroe-eilanden van Denemarken. Inderdaad, hoewel het het kleinste van de Faroe-eilanden is, is het om voor de hand liggende redenen toch het populairste. Het opvallendste kenmerk van dit eiland is dat het bedekt is met lensvormige wolken. Deze soorten wolken bewegen, in tegenstelling tot andere gewone wolken, niet, waardoor het lijkt alsof er een majesteuze persoonlijke wolk boven dit eiland hangt. Zo verklaren de wetenschappers de wolk, maar voor veel plaatselijke bewoners is de wolk een aanwijzing voor buitenaardse activiteit op het eiland. 9. Geestkerk. Geloof je in geesten? Wat als ik je vertelde dat er in het piepkleine stadje Lukova in de Tsjechische Republiek een kerk is waar geesten de mis bij wonen? Zoals je ziet zijn de gelovigen hier allemaal geesten. Nou ja, eigenlijk niet. De Sint-Joriskerk zag er niet altijd zo uit. Ze werd gebouwd in 1352 en meer dan 600 jaar lang diende ze de religieuze gemeenschap in Tsjechië. Ze werd echter in 1968 verlaten nadat het dak tijdens een begrafenis instortte. Natuurlijk dacht de plaatselijke bevolking dat het in het gebouw spookte. Zozeer zelfs dat de gemeente besloot om de mis vanaf dan buiten te houden in plaats van in de kerk. Jarenlang lag het gebouw in puin, tot een slimme kunstenaar in 2014 de boel opfleurde en de spookbeelden maakte als een kunstproject. Volgens hem stellen de figuren de etnische groepen voor die vroeger in de streek woonden en die na de Tweede Wereldoorlog uit deze streek verbannen werden. 8. De Heuvel van Kruisen. Deze plek, bedolven onder meer dan 100.000 kruisbeelden en andere religieuze iconen, is misschien wat griezelig, maar geloof het of niet, het is een van de boeiendste plekken in Europa. Ik geef toe dat het er griezelig, verontrustend uitziet en dat is waarschijnlijk ook wat wetenschappers dachten toen ze het ontdekten. Maar deze plek is allesbehalve dat. Al meer dan 150 jaar wordt deze plek gebruikt als pelgrimsoord waar familieleden van overledenen kruisen achterlaten als eerbetoon aan hun geliefden. Het kreeg voor het eerst populariteit tijdens de opstand van Litouwen tegen Rusland in 1831. Bij de strijd vielen veel slachtoffers, waardoor veel van de overlevenden gedwongen waren hun vrienden te begraven. Aanvankelijk waren de Russische autoriteiten tegen de plek en staken alle kruisen in vuur. Maar telkens als ze verbrandden, kwamen de Litouwers terug met nieuwe kruisen. De nieuwe kruisen bleven maar komen en het werd een symbool van hoop en doorzettingsvermogen voor de gemeenschap. 7. De Olifantrots. Als je voor het eerst een glimp opvangt van de Westmaneilanden in IJsland, is het gemakkelijk te denken dat je zojuist een olifant bent tegengekomen die een rots is geworden. In feite geloven veel van de plaatselijke bewoners hier dat dit een zeeolifant was die versteend is. En kijkend naar dit beeld is dat verhaal geloofwaardig. Er is echter één probleem met het verhaal. Er zijn geen gegevens over een olifant die ooit in IJsland voet aan wal zette. Wetenschappers geloven dat er een meer natuurlijke verklaring is voor deze vreemd uitziende rots. Ze zeggen dat de rots een basaltrots is, gevormd door vulkanische uitbarstingen. Het zou een logische verklaring zijn, want dit gebied in IJsland staat bekend om zijn onophoudelijke vulkaanuitbarstingen. Maar probeer dat maar eens aan de plaatselijke bevolking te vertellen. 6. Kumakivi Balansrots. Nu volgt de Kumakivi-rots. Deze vreemde rots in een schilderachtig bos in het zuidoosten van Finland is schitterend om te zien. Je ziet er twee rotsblokken waarvan er één op de top van de andere is neergestreken. Maar hier komt het vreemde gedeelte. Hoewel de bovenste rots eruit ziet alsof hij elk moment eraf kan rollen, is dat nog niet gebeurd. Hij is al duizenden jaren in deze positie blijven liggen. En voor het geval je denkt dat dat komt omdat niemand er tegenaan geduwd heeft, dan kom je bedrogen uit, want mensen hebben het al geprobeerd. Heel veel mensen eigenlijk. Maar hoeveel kracht je ook uitoefent, de rots rolt niet weg. De oude bewoners van het gebied, die ongetwijfeld geschokt waren door de aanblik van dat natuurwonder, probeerden het zonder succes te verplaatsen en dachten dat een bovennatuurlijk wezen de rots daar had achtergelaten. En lange tijd was dat de aanvaarde overtuiging, tot geologen een alternatieve verklaring vonden. Ze speculeren dat de enorme steen daarheen gebracht moet zijn door gletsjers tijdens de laatste ijstijd, toen de gletsjers zich ongeveer 12.000 jaar geleden naar het noorden terugtrokken. 5. Pestdokters. Geen temperatuurcontroles meer voor je de kamers binnengaat. Geen handen meer ontsmetten en vooral geen maskers meer dragen.
En hoewel iedereen het waarschijnlijk met me eens is dat we een hekel hadden aan het dragen van een gezichtsmasker of beschermend schild tijdens COVID-19, kan ik me alleen maar voorstellen wat dokters meemaakten als ze hun eigenaardig uitziende masker opzetten tijdens de pest. In een Duits museum vind je het oudste pest-doktersmasker dat uit de 16e eeuw dateert. Dit masker was ontworpen om de miasmatheorie te bestrijden. Volgens deze theorie werden mensen ziek van slechte lucht. De drager stopte aangenaam ruikende kruiden in de lange neus van het masker om te voorkomen dat de drager miasma inademde en om de slechte lucht te reinigen. Het pak joeg de mensen angst aan omdat het geassocieerd werd met een naderende dood. Hoewel ze een nobel doel hadden, boden deze griezelig uitziende maskers geen echte bescherming. 4. E.T. Als je weet hoe groot Europa is, zou je er niet aan twijfelen dat er vreemde wezens rondsluipen. En het lijkt erop dat buitenaardse wezens niet uitgesloten zijn. Tenminste, volgens deze video die de ronde doet op de sociale media. Deze video, die miljoenen views heeft opgeleverd, toont een dode alien die in Rusland gevonden is. Het wazige filmpje opent met twee Russisch sprekende mannen die op het besneeuwde platteland ontdekken wat lijkt op het verschrompelde lichaam van een buitenaards wezen. Veel mensen hebben beweerd dat het een verdwaalde alien was die in de kou gestorven was. Het lijkt ver gezocht tot je het wezen zelf ziet. Het heeft een vergrote grijze kop en enorme donkere ogen. Vertel me eens welk wezen dat je kent aan deze beschrijving voldoet. Misschien denk je wel wat ik denk, dat is E.T. 3. De stille mensen. Als je ooit deze vreemde wezens tegenkomt als je over snelweg 5 in Oost-Finland rijdt, is het misschien beter dat je omdraait en de andere kant op gaat. En niemand zou het je kwalijk nemen. Je zal zeker niet de eerste zijn. Als dit schouwspel overdag al schokkend is, reken dan maar dat het 's nachts zeker griezelig is. Deze dingen staan bekend als de stille mensen en zijn in wezen een stel griezelige vogelverschrikkers, gemaakt door een plaatselijke kunstenaar, Regel Kela. Niemand weet wat ze betekenen en de kunstenaar heeft geweigerd hun bestaan te verklaren. Hij verkoos ervoor dat iedereen een eigen interpretatie geeft aan deze vogelverschrikkers. Zoals je zou verwachten is de fantasie van de mensen sindsdien op hol geslagen. Terwijl sommigen geloven dat ze de levens herdenken die verloren gingen tijdens de winteroorlog tussen Finland en de Sovjet-Unie tussen 30 november 1939 en 13 maart 1940, zeggen anderen dat ze iets veel meer buitenaards kunnen betekenen. 2. Poeptonnen. Stel je voor dat je een site doorzoekt en historische toiletten vindt. Je stopt er waarschijnlijk mee en je gaat ergens anders zoeken. Maar niet deze wetenschappers die in Odense, Denemarken een site aan het doorzoeken waren. Ze waren zeer geïntrigeerd door wat ze tegenkwamen en natuurlijk walgden ze er ook een beetje van. Ze vonden verschillende poeptonnen van meer dan 700 jaar geleden. En ja, ze stonken nog behoorlijk. De archeologen hadden aanvankelijk gedacht dat de vaten gebruikt werden om goederen te vervoeren en dingen als vis in te bewaren. Maar tot hun verbazing zat er geen vis of goederen, alleen stinkende poep in. Het vreemde van deze ontdekking was dat de uitwerpselen perfect bewaard waren gebleven, ondanks het feit dat ze eeuwenlang begraven waren geweest. Afgezien van de geuren en grappen is dit één van de belangrijkste vondsten van de 21ste eeuw. Dankzij deze stinkende vaten zullen onderzoekers nu een licht kunnen werpen op de eetgewoonten van de mensen die honderden jaren geleden op aarde rondliepen. Dus de volgende keer dat je naar het toilet gaat, help je misschien een archeoloog 700 jaar in de toekomst. 1. Lintwormen. Over poep gesproken, weet je nog dat ik zei dat je veel over mensen te weten kon komen door hun afval te bestuderen? Wel, het blijkt dat wetenschappers dit al een tijdje wisten. Ze zijn al begonnen met het onderzoeken van de poepresten van de Vikingwerf in Viborg, Denemarken, en hebben behoorlijk interessante dingen gevonden. Behalve het vaststellen van voedselgewoonten en het jachtgedrag in de oudheid, hebben de deskundigen ook parasietwormen ontdekt die in de darmen van de mensen leefden. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen tasten deze parasitaire wormen de menselijke darm aan, leggen eitjes in de darmen en worden dan uitgescheiden in de ontlasting. Ze kunnen van de ene mens op de andere en tussen dieren en mensen worden overgedragen. Uit het patroon van parasieten in de monsters bleek dat ze vooral van rauwe vis afkomstig waren. Ze concludeerden dat de oude Vikingen zich met rauwe vis gevoed moeten hebben en zo de parasitaire lintwormen doorgegeven hebben. Welk ander groot geheim denk je dat de poep van deze oude Vikingen bevat? Laat het weten in de comments.